jaar geleden, precies, ben ik begonnen als docent, wetenschappelijk docent in het Rotterdamse, om bezig te zijn met grote sociologische vraagstukken. We horen het al in de taal, het is heel groot. Maar wie onder ons heeft ooit een hand geschud aan de samenleving? Wie heeft ooit de samenleving gezien? Wie heeft ooit een analyse gemaakt van de samenleving? En ik kwam er op dat moment achter in het klaslokaal zittend, dat daar de mini-samenleving aanwezig is. En ik wil jullie vragen om met mij de komende minuten, eigenlijk 2 minuten, samen te kijken naar zo'n fragment uit een mini-samenleving. Quoi? Bah, à ce qui paraît, hier, enfin, au conseil de classe et tout, vous m'avez cassé. C'est encore une remarque sur la poésie, je le constate. Mais moi, je parle pas de poésie. Oui, je vois bien que tu parles pas de poésie, ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, vous m'avez cassé? Bah, je sais pas, moi, vous m'avez cassé. Il y a des gens qui ont dit que si tu continuais comme ça, je n'en étais pas vraiment, mais des gens ont pu dire, des profs ont pu dire que si tu continuais comme ça, tu aurais peut-être quelques ennuis. Il ne s'agissait pas de te casser. Ouais, mais c'est de la vengeance, ça. Même, je comprends pas. Tous les profs, ils veulent se venger. Pourquoi? Quel rapport avec la vengeance? Ouais, mais quand vous dites et tout, je vais avoir des problèmes et tout, c'est de la vengeance, ça, non? Ça n'a rien à voir avec de la vengeance. Comment ça, c'est pas de la vengeance? Mais pas du tout. Mais si, c'est de la vengeance. On n'est pas dans la rue, là. C'est pas ça. On te prévient. Très bien. On n'est pas là pour se venger des gens. On est là pour essayer de faire régner la discipline. Tu comprends la différence? Je comprends pas. Quand un juge condamne quelqu'un à une peine, c'est pas pour se venger de lui. C'est simplement pour faire en sorte que la société fonctionne. C'est de la vengeance que vous faites. Hein. Vous avez envie de vous venger. Mais vous qu'est-ce avez que tu crois? Contre moi. Tu crois que moi j'ai que ça à faire de me venger de toi? Ouais, mais je moi, me réveille même, le matin en disant je vais me venger Suleiman. Vous dites que vous avez pas que ça à faire, hein, mais en tout cas hier vous l'avez bien insulté. Eh Suleiman, hier il t'a trop insulté. Hein. Pas du tout. Il a dit quoi lui déjà? Il a dit il était quoi? Il a dit que t'étais limité. J'ai même souligné tellement ça m'a choqué. T'es limité? Quoi, moi je suis limité moi? C'est bien. Bah. Zoals we zien, ontstaat hier een moment in deze mini-samenleving die het waard is om te analyseren. Suleiman zit achterin dat klaslokaal en geeft aan dat hij eigenlijk ontzettend veel pijn heeft. Het moment van, u heeft mij bestempeld limité te zijn, beperkt te zijn. Tegelijkertijd is die docent van mening dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Nou, dit vraagstuk, dit sociale conflict dat in die mini-samenleving zo pregnant op tafel ligt en we voelen het en we zien het, is het waard om verder te verdiepen. Vertovec, een groot socioloog, heeft ooit een concept bedacht voor stedelijke samenlevingen die ontzettend divers zijn. Superdiversity, de superdiverse stad. En een van de definities is dat op een bepaald moment in die samenleving geen enkele groep op het niveau van de leerlingen meer de meerderheid heeft. We zijn allen veroordeeld tot het zijn van minderheden in die stedelijke samenleving. En dat zien we ook hier gereflecteerd worden in dat klaslokaal. De superdiverse klas als mini-samenleving. En om het even verder te verdiepen. Suleiman, die een profiel heeft van jongens en meisjes, opgroeiend in die grootstedelijke omgeving, in die superdiverse omgeving. En schakerend tussen 3 verschillende ladders. Opgroeiend in 3 verschillende leefwerelden. De leefwereld van thuis, de leefwereld van school en de leefwereld van de straat. En we hebben net in het filmpje gezien dat Suleiman verlaagd wordt op de ladder van de schoolcultuur. Verlaagd wordt op de ladder van de schoolcultuur en hij gaat dat proberen te repareren via de ladder van de straatcultuur. Hij gaat eigenlijk de macho-masculine eigenschappen gaat hij centraal stellen. En hij klimt op die andere ladder, de straatculturele ladder, en hij kijkt de autoriteit van de schoolculturele ladder, de docent, direct in de ogen. Dit is een vraagstuk dat niet alleen voorbehouden is aan een Franse film die wij hier nu zo prettig bekijken en analyseren. Dit is een vraagstuk dag in dag uit ervaren door docenten in een stedelijke omgeving. Die kampen met de vraag, hoe ga ik om met de groepsdynamiek? Ik heb het gevoel dat ik sommige leerlingen kwijtraak. Ik heb het gevoel dat ik sommige momenten niet begrijp. Ik heb het gevoel dat er iets eigenlijk ontglipt uit mijn handen in dat groepsdynamische moment. En hoe wij hierop kunnen reageren, is te zeggen, foei, dat mag niet. We sturen Suleiman eruit en we vragen deze docent hard op te treden. Of we zeggen foei tegen de docent en we geven ruimte aan het woord van Suleiman, zou je kunnen zeggen, en het gevoel van Suleiman,
om vervolgens die docent te verlagen. Beide initiatieven, beide manieren van denken zien we in het onderwijs zoveel terugkomen. Echter, ze zijn niet productief. En we hebben twee concepten nodig en ik neem jullie mee om na te denken op een dieper niveau over waarom dit gedrag dag in dag uit plaatsvindt in die klaslokalen. We hebben twee concepten nodig. Sociale pijn en the need to belong. Social pain and the need to belong. En we starten bij social pain. Een mooi concept ontwikkeld door Naomi Eisenberger uit de VS, een neuropsychologe. Die heeft namelijk ontdekt als eerste dat pijn in ons lichaam fysiek is en gesignaleerd wordt door de pijnsensoren in ons hersenen, het ouwgevoel. Maar dat er ook zoiets kan zijn naast fysieke pijn als sociale pijn. Sociale pijn is het gevoel afgewezen te worden uit een groepsproces waar jij graag bij wilt horen. In onze terminologie betekent dat het dalen op een ladder. En Naomi Eisenberger is ook wel de vraag gesteld, hoe ga je daarmee om? Hoe kun je sociale pijn wegnemen in een samenleving? Hoe kun je sociale pijn wegnemen in een mini-samenleving van het klaslokaal? Bijvoorbeeld ook in het kader van pestgedrag. En een antwoord wat je kan geven is, ja, wij willen graag dat jongens en meisjes emotioneel onafhankelijk worden van de groep. Maar dat kan niet. Want er is een andere, fundamentele menselijke behoefte die ook bevredigd moet worden. En de oude Maslow heeft ons dat al geleerd. Dat is namelijk de behoefte aan erkenning en waardering. The need to belong. De fundamentele behoefte om erbij te horen. En als we teruggaan naar de sheet die we net hebben gezien, dan zien we in die stedelijke omgeving, in die superdiverse klassen, het volgende ontstaan. Jongens en meisjes die dag in dag uit proberen de behoefte te bevredigen om erbij te horen, bij de schoolladder. Ze doen aan zelfreflectie, aan zelfexpressie, aan zelfontplooiing, aan zelfevaluatie, aan individualiteit, worden wie jij bent, aan het spreken van eloquent ABN. En du moment dat ze dat zich eigen hebben gemaakt en ze klimmen de ladder op, ze schitteren op die ladder en ze bevredigen de behoefte van the need to belong, de behoefte aan erkenning en waardering. Op datzelfde moment ontstaat er een ander gevoel. Namelijk, wat doet dat met mijn macho-masculine status in datzelfde klaslokaal? Waar andere codes, eer, ik noem er een aantal, respect, geen gezichtsverlies mogen leiden, niet met je laten sollen, attent zijn, waakzaam zijn. En waakzaam zijn over jouw sociale status en in het bijzonder de macho-masculine kant ervan. En wat hier gebeurt, beste mensen, is de minst intelligente route die gegeven wordt aan Suleiman. Namelijk een daling op de schoolculturele ladder, waardoor Suleiman in de hoek gedrukt wordt en uiteindelijk als enige verdedigingsmechanisme heeft om terug te vechten, letterlijk en figuurlijk, via die straatculturele ladder. Laten we het er nog meer verdiepend over hebben. Want het is niet kommer en kwel, overal. Wij zien juist in die superdiverse omgeving, in die grootstedelijke context, ontzettend veel jongens en meisjes chocola maken van deze negatieve context. Het idee van het laveren tussen de verschillende ladders. Het klimmen op de ene ladder kan betekenen het dalen op een andere ladder. Het vervullen van de need to belong op de ene ladder, de schoolladder, kan betekenen dat je daalt sociale pijn op de straatculturele ladder. Maar we zien tegelijkertijd ontzettend veel jongens en meisjes erin slagen van deze mismatch een match te maken. En we zien twee dingen terug. Uit ons onderzoeken zien we dat er twee eigenschappen voortdurend terug te vinden zijn bij jongens en meisjes die in staat zijn de match te maken. De eerste is, ze zijn zodanig in staat om te kunnen switchen. Ze voelen aan wat de spelregels zijn van de drie ladders. Ze voelen de verborgen sociale codes aan van de drie ladders. En ze zijn in staat om op elke ladder te kunnen schitteren door hun eigen individuele creativiteit en op basis van hun eigen zelfvertrouwen. Ze snappen de stille, verborgen codes. En dat brengt hen ertoe dat voor hen die mini-samenleving, weten we nog, dat klaslokaal, niet een uitwedstrijd wordt, maar een thuiswedstrijd. Maar, beste mensen, dat komt niet uit de lucht vallen. Wees niet bevreesd, ik ben slechts wetenschapper en wij doen dit soort dingen. Modellen maken. Ik ga niet alle punten bespreken, maar ik wil toch twee punten met jullie eruit lichten. Wat is dit voor iets? We hebben de afgelopen jaren gekeken achterin dat klaslokaal, achterin die mini-samenleving en de vraag gesteld, welke ingrediënten treffen we aan bij grootstedelijke docenten die in staat zijn om de Suleimans van deze wereld van straatcultureel gedrag naar positief gedrag op school te brengen?
Hoe kunnen deze jongens en meisjes eigenaar worden van die schoolculturele ladder? En we hebben een aantal bestanddelen gevonden, maar ik zal er twee bespreken. De eerste is spelgevoel, zo hebben we dat maar genoemd. Deze docenten, deze professionals in die grootstedelijke omgeving, zijn in staat om te kunnen gaan met de zogenaamde tipping points in de groepsdynamiek. De momenten dat de sfeer omslaat en iedere docent onder ons weet waar we het over hebben. We voelen dat aan, het moment dat je de groepsdynamiek kwijtraakt. Het moment dat er straattaal te horen is in het klaslokaal. Dat de energie omslaat, dat de energie soms negatiever wordt. En wij zien docenten dag in dag uit in staat zijn dat terug te brengen, te transformeren, om te zetten naar positief schools gedrag. Middels een glimlach, een boze blik, een vorm van humor of andere creatieve momenten waardoor deze professionals in staat zijn, vaak onbewust, om dat voor elkaar te krijgen. Spelgevoel. In wezen is spelgevoel het kunnen reduceren, het verlagen, het minimaliseren van de sociale pijn bij leerlingen. Maar er is nog iets wat we gezien hebben. De emotionele Bluetooth hebben we dat genoemd. Het is een ontzettend interessant fenomeen. Het is net als je smartphone. Als mijn smartphone uitstaat, dan kunnen de leerlingen zenden totdat ze ons wegen. Maar we kunnen geen connectie maken. Maar daar waar de docent en de leerlingen beide hun emotionele Bluetooth aanzetten, zijn zij in staat om met elkaar die connectie te maken. Wat is dan die emotionele Bluetooth? Dat is een onderliggend gevoel van vertrouwen. Een onderliggend gevoel dat de docent er voor hen is en niet tegen hen is. Er voor hen is om ervoor te zorgen dat zij het beste uit henzelf zullen halen. Dat gedeelte, dat element van vertrouwen, van rust, van elkaar de les te gunnen, van zichzelf de les te gunnen. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat het niet uit de lucht komt vallen. Want als wij het hebben over transformatief handelen, en wij hebben het over het klaslokaal, dan zien we enerzijds ontzettend veel docenten in dit land die taak op zich nemen en daar positief en transformatief mee omgaan. Ze zijn daartoe in staat. Maar het eerlijke verhaal, beste mensen, is ook dat er ontzettend veel docenten zijn in ons land die eenzaam achterblijven op hun eigen podium. En laten we daar verdiepend over spreken. De grote Amerikaanse rollensocioloog Irving Goffman heeft een mooi metafoor geschetst van organisaties. Hij heeft over het publiek. Jullie zijn op dit moment mijn publiek. En ik sta op het podium. En zo staan ook docenten dag in dag uit op hun individuele podium te schitteren. En wij kunnen ons voorstellen dat wanneer het podiumoptreden beter is, krachtiger is, effectiever is, aantrekkelijker is, dat het publiek ook meer tevreden weggaat. Maar naast het podium zijn er ook coulissen. We zijn er net geweest. Dat is het moment dat de spreker of de docent zich prepareert voor het podium optreden. En daarnaast is er de docentenkamer, oftewel de kleedkamer, waar het docent als mens bij elkaar komt met collega's om te spreken over allerlei podiumervaringen. En laten we het hierover hebben. Controversiële sheets, gevoelige sheets. Ik weet het, ik ben zelf ook docent. Maar het is goed om dit te laten zien. Het laatste inspectierapport, beste mensen, vertelt ons dat er significante, fundamentele verschillen zijn tussen scholen, dus in termen van prestaties, terwijl ze dezelfde type leerling in huis hebben. En de laatste cijfers leren ons ook dat binnen 5 jaar 30-50% van de nieuwe docenten hun banen verlaten, het onderwijs verlaten. Wat ligt daar aan ten grondslag? En dan moeten we het toch hebben over eerst het onderstaande spiraal, overbelaste docententeams. Docenten die gedemotiveerd zijn op het podium, onder andere vanwege de groepsdynamiek, omdat ze momenten ervaren zoals Monsieur Marin die ervaart. Ze snappen leerlingen niet, er is sprake van werkdruk, er zijn ongeschreven codes. Ze hebben het gevoel ooit voor een vak geleerd te hebben, maar nu een sociaal-psychologische uitdaging te hebben die ze niet altijd kunnen handelen. Vervolgens zijn er de coulissenmomenten. De momenten dat docenten bij elkaar komen op professioneel niveau. En vervolgens uit onzekerheid sociaal wenselijke antwoorden geven aan elkaar. En dan is het de kleedkamer. De plek waar alle energie dan op een negatieve manier naartoe vloeit. Hè, want de podiumenergie moet ergens naartoe. Roddel en groepsvorming in de kleedkamer. Docenten die uit onzekerheid of uit angst niet de ruimte krijgen om tegen elkaar te zeggen, ik snap een aantal dingen niet.
Ik ben niet perfect. En ik geef jullie een concreet voorbeeld. Ergens in het land, in een docentenkamer, en ik was daar toevallig bij, komt een docent binnen, een docentenkamer in, 5 docenten staan daar, en deze docent die is aan het tieren en is aan het uiten van ik ben het echt zat, een bepaalde klas. Ik kan het niet meer. En volgens is dat moment daarna ontzettend interessant. Wij zien namelijk dat 5 docenten om zich heen kijken en volgens het antwoord geven. Nou, wij hebben die ervaring eigenlijk niet met die klas. En dat moment was zo awkward, zo ongemakkelijk, dat een docent die eigenlijk de hulpvraag stelt, geconfronteerd wordt met coulissen en kleedkamers waarin ze eigenlijk 0 op request krijgt. Er is ook nog een ander verhaal, het positieve verhaal. Dat zijn de docententeams die in staat zijn om via de coulissen en de kleedkamer krachtig elkaar te ondersteunen. En om tot de afronding te komen, als wij durven te hebben in onze samenleving over de gelijke kansen van leerlingen en de sociale pijn van leerlingen, moeten we ook lef genoeg hebben om het met elkaar te gaan hebben over de sociale pijn van docenten op hun eigen ladder. Want docenten fungeren ook op een ladder. Zij staan ook op een ladder en kunnen op basis van sociale pijn, namelijk afwijzing, uitsluiting, isolement, professionele eenzaamheid op hun eigen podium, geen plek hebben binnen die school om je ei kwijt te kunnen, dan is dat ook een thema. En leiderschap, transformatief schoolleiderschap, betekent dat net als de docent die hier de uitdaging heeft in dat filmpje om de groepsdynamiek te transformeren naar iets positiefs, is het de uitdaging voor de schoolleider die op te pakken en zijn groepsdynamiek, en die bestaat dan bijvoorbeeld uit 15 docenten, te transformeren naar een gezonde cultuur waar de need to belong, de behoefte aan erkenning en waardering van docenten, maximaal wordt bevredigd. En dan is alle energie, en die scholen zien we ook, cultuurverandering op scholen, gericht op het podium, het beste onderwijs. Beste mensen, als afsluitende zin, als wij willen spreken over de gelijke kansen van studenten, dan moeten we het durven te hebben met elkaar over de gelijke kansen van docenten. Want als sociale pijn lesgeeft aan sociale pijn, dan is dat de minst intelligente route. En als de need to belong lesgeeft aan de need to belong, dan is dat de meest intelligente en productieve route. Ik dank jullie.